Chinese ondernemers uit verschillende branches in Nederland hebben maandag in het kader van de viering van 165 jaar Chinese vestiging een bezoek gebracht aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. De delegatie werd begeleid door Theo Chang. Er is onder meer gesproken over de investeringsmogelijkheden die Suriname biedt. De Chinese ondernemers zijn vooral geïnteresseerd in visproducten zoals verse vis, verse garnalen, visblaas en zoute vis. Ze willen in Suriname investeren in deze producten en die vervolgens exporteren naar onder andere Nederland en China. Verder is er ook belangstelling voor de houtindustrie, horeca en mogelijke export van fruit en groenten. Minister Tsang gaf aan dat er ook gekeken moet worden naar andere mogelijkheden die zullen ontstaan uit de olievondst in Guyana en mogelijk ook in Suriname om te kunnen voorzien in de behoeften van de regio.